Spanjeplein in Paramaribo waren alle bevolkingsgroepen van Suriname in ruime mate vertegenwoordigd bij het afscheid van gouverneur van Tilburg, wiens bestuurstermijn is geëindigd. Langs het paleis van de gouverneur defileerden duizenden kinderen met Surinaamse en Nederlandse vlaggetjes in de hand, langs de scheidende gouverneur en diens echtgenoten. De heer en mevrouw van Tilburg kregen daarna uit alle kringen van de bevolking geschenken aangeboden. Tijdens de ambtsperiode van gouverneur van Tilburg zijn belangrijke stappen gezet voor Surinames verdere ontwikkeling. Zijn echtgenote heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt op sociaal terrein, waarvoor zij werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De waarnemend voorzitter van de Raad van Advies en gewezen minister-president van Suriname, de heer Curie, is deze dagen plechtig beëdigd als waarnemend gouverneur. De statenvoorzitter, de heer Kraag, sprak er in het bijzijn van minister-president Emmanuels en zijn kabinet zijn vreugde over uit dat de heer Curie de tweede Surinamer is die het hoge ambt van waarnemend gouverneur bekleedt. Daarna legde de heer Curie de eed af. Buiten het gebouw uitte de bevolking zijn blijdschap over de benoeming van een landgenoot op de hoogste post van Suriname.